Ik ben geboren in Nederland. Ik woon momenteel in New York en in Key West en op Curaçao. En nog een beetje in Amsterdam. En Key West is eigenlijk het Wilhella, hè? Key West, voor de homo. Key West is het meest zuidelijke puntje van de Verenigde Staten. Het fantastisch winterklimaat. En het is een haven geworden voor New Yorkers om daar de winter door te brengen. En dat is een heel liberale gemeenschap. Ja, ik ben daar zelf een paar keer geweest. En ik kreeg de indruk dat ook, wat we hier in Amsterdam ook een beetje hebben, de homopopulatie enigszins aan het terugtreden is. Een van de mensen daar zei ja, een van de oorzaken is dat AIDS daar vreselijk heeft toegeslagen. Maar ik kon me niet voorstellen dat dat de enige reden was. Heeft u die ervaring ook? Het gaat een beetje heen en weer. En je krijgt ook wat andere groepen van de bevolking. Wat de grootste reden is, is het is zo duur geworden. Toen ik kwam, toen betaalde ik een vastgoedbelasting van $2000 per jaar. Nu betaal ik een vastgoedbelasting van $42.000 per jaar. Dat is nogal een verschil, hè? Dus dat is een handicap voor een heleboel mensen. Dus nu zie je dat ook een heleboel homo-echtparen, zeg maar, singles, daar met pensioen gaan. Dus de jonge groep is een beetje minder geworden, maar juist de permanente bewoning is wat meer geworden. Dus is het ook zo dat de jongeren het allemaal niet zo nodig vinden om in zo'n ghetto-paradijs te zitten? Is dat de trend? Want u bent toch wel bekend met de trend? Het is ongeveer zo dat nu is er weer een enorme verschuiving van jeugd en student. We hebben een Philharmonisch Orkest notabene in dat dorp. En dat wordt helemaal samengesteld uit muziekstudenten uit New York en Washington. Dus je hebt een enorme influx van jong talent. Maar die zijn gewoon gehetero, homo, door elkaar. En die zijn alles door elkaar. Ja. Maar in ieder geval, de artiestencultuur is heel groot. En daar hebben we ook nog bijna 200 schrijvende en publicerende schrijvers. Wat ook ontzettend aardig is. En we hebben daar binnen de gemeenschap toch heel veel geld. En we hebben kunnen opzetten een literair centrum. Dus die krijgen al die literaire beurzen. En zo trekken we ook weer jonge mensen aan. Verder zit u ook op dat Antillen, bent u heel actief geweest. Ja, nog steeds. Daar heeft u iets moois neergezet, hebben we hier vernomen. Wat bezielt de mens nu om dat te doen? Wel, het was een van de leukste projecten die ik ooit in mijn leven heb gedaan. Er was een totaal verwaarloosde binnenstad. Die heb ik kunnen opkopen en kunnen restaureren. Daarbij heb ik kunnen bouwen een museum, een wetenschappelijk instituut, een nierdialysekliniek. En nog een hotel, en nog een hotel, en er staan restaurants. Dus een heleboel dingen. Toneelgezelschap, weet je wel, een heleboel dingen. Het was ontzettend leuk, want je bouwde niet alleen huizen op met stenen, maar ook opnieuw structureren van maatschappelijke infrastructuur van de mensen. Dat was het allerleukste. U bent altijd openlijk homoseksueel geweest. Heeft dat in die cultuur ook nog een rol gespeeld in negatieve zin? Nou, er is wel eens iemand die scheldt en het is op het Caribisch gebied iets meer een probleem dan het hier is. Denk eens eventjes aan Aruba, de weigering van de erkenning van het homohuwelijk. Maar aan de andere kant zie ik toch ook dat het helemaal de andere kant uitgaat. De afgelopen week hebben we het grote festival gehad, of het grote congres gehad voor gay travel. En dan komt die minister dus zeggen, wij willen heel graag gay travel op het eiland hebben. Want dat is een hele goede groep. En jongens, jullie zijn van harte welkom. Dames trouwens ook. Heeft u zelf nog wilde plannen? Waarin? Waarmee? Gewoon zelf. Ik bedoel, u bent ondernemer. Ja. U bent niet de man die gaat stilzitten volgens mij. U bent nog jong. Nou, het ontzettend aardig is, ik werk in 16 landen. Ik heb HIV, huizen, kinderen in 16 landen. Over de hele wereld. Ik ben hier in Nederland nu op het ogenblik voor het lanceren van twee nieuwe boeken. Die zal woensdag aanstaande lanceren in Nieuwcentrum Nieuwspoort. Was het? Ja, Nieuwcentrum Nieuwspoort in Den Haag. Met Rita Verdonk. Zij krijgt het eerste boek? Zij krijgt het eerste boek, ja. Dat was al van tevoren besloten om haar daarvoor uit te zoeken? Nee, de titel van het boek is Persona non grata. Dus ik dacht, Rita, ja. Jij bent net als ik een persona non grata, soort zoekt soort. En het tweede boek wat ik heb gedaan, dat lanceer ik dus nu ook. En dat is een boek over de Palestijns-Israëlische conflict. En dat heb ik vertaald in een complot van de jeugd. Vergeet niet, in Palestina is ongeveer 60% van de bevolking jonger dan 30. Dus het is daar veel meer een strijd van hormonen dan van religie.
En dat is in dat boek verwerkt. Is het een soort thriller? Het is een hele spannende thriller. En het is allemaal echt gebeurd. De hoofdrolspeler in dat, of een van de hoofdrolspelers in dat boek, is Ethan Amir. En ik zal het aan hem aanbieden. Hij is overgekomen uit Londen vandaag. En waar vindt dat plaats, dat tweede boek? Dezelfde plek. Bij de Nieuwspoort. Ja, goed. Nieuwspoort. Perscenter Nieuwspoort in Den Haag. Aanstaande woensdag om 14:30. Daar hebben we dan op het moment dat dit wordt uitgezonden kennis van genomen. Goed zo. Ik wens u een fijne dag verder. Dank je voor uw tijd.